Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een oogschaduwpalet testen, namelijk het Underwater Waves 12 Color Baked Eyeshadow Palette van Fib Factory. Dit is een palette dat bij de Action vandaan komt. Ik heb deze in een van mijn Action Shop blogs laten zien en ik kwam toch wat reacties binnen van jullie. En er werd gevraagd, zou je dit palette willen testen? Want jullie waren toch wel benieuwd hoe dit palette zou zijn. Nou, natuurlijk wil ik dat. Dus ik ga in deze video het palette testen. Ik ga ook wat meer vertellen over het palette. Dus mocht je benieuwd zijn naar dit oogschaduwpalette en wat ik ervan vind en of het je geld waard is, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik ga dus beginnen met wat meer informatie over dit palette. Dit palette komt dus bij de Action vandaan, wat ik net al vertelde. En dit palette kost €4,79. Ik ga hem daarom ook beoordelen op de prijs die ik ervoor betaald heb. Dat vind ik wel het eerlijkst. Het palette is gemaakt van een stevig kartonsoort. Ik vind hem er heel erg mooi uitzien, die blauw tinten met dat goud. Het is gewoon echt super mooi om te zien. Hij is ook vrij groot. Dus als je hem zo in je handen hebt, het is een vrij groot palette. Het palette zit ook heel goed dichtgezield. Ik heb de sealing al wel open gemaakt, maar er zit eigenlijk aan de achterkant een soort van stippenlijntje met plastic. Die kun je openscheuren en daardoor kun je dus het papiertje eronder uithalen. Het fijne is wel dat je het palette al kunt openmaken in de winkel, dan ziet hij er dus zo uit. Maar dan kun je dus wel even zien of dat hij er gewoon mooi uitziet, want ik vind dat zelf altijd wel een fijne bijkomstigheid, want je wilt natuurlijk eigenlijk geen paletten hebben wat al geswatcht is. Op de achterkant staat wat meer informatie over de oogschaduwkleuren. Ook staat de ingrediëntenlijst erop en die staat er eigenlijk van 4 kleuren op. Dus ze hebben allemaal wel iets andere ingrediënten, maar goed, die staan er dus op. Ook een afbeelding van de kleuren die erin zitten. Dit palette is dus een baked eyeshadow palette en dat betekent dat je de kleuren ook nat kunt gebruiken. Dus eigenlijk zowel nat als droog. Mocht je ervoor willen kiezen om een oogschaduw nat te gebruiken, is het handigst om je oogschaduwkwastje even in te sprayen met wat fixing spray. Verkoopt Action overigens ook. En dan kun je in je oogschaduw dippen. En normaal gesproken is het dus zo dat een oogschaduw dan nog meer pigment kan afgeven. Ik ga in deze video het palette gewoon droog gebruiken. Dus ik ga hem niet vochtig gebruiken. Ik vind het zelf ook altijd wat minder, want ik vind dat de oogschaduw naderhand er niet heel erg mooi meer uitziet als ik hem nat gebruik. En ja, ik hou daar zelf gewoon niet zo van. Maar goed, dat is dus iets wat persoonlijk is. Als je het palette opent, gaat dat heel makkelijk. Hij sluit eigenlijk door een, eigenlijk een klein magneetje heb ik het idee. Ik voel het magneetje niet terug, maar je kunt hem heel makkelijk open en dicht doen. In het deksel zit een grote spiegel, vind ik altijd heel fijn. Dan zijn dit de kleuren. Ze hebben ook namen gekregen. Ik zal ze even opnoemen. Je hebt Starfish, Seahorse, Deep Sea, Sea Anemone, Pearl, Coral, Mermaid, Blue Lagoon, Jellyfish, Seaweed, Sunset en Kelp. Dus dat zijn de namen van de kleuren. Ik vind het ook heel mooi dat zeg maar, aan de binnenkant het patroon helemaal is doorgetrokken. Die je ook aan de buitenkant hebt. Vind ik er altijd heel erg mooi uitzien. Je kunt dus inderdaad goed zien dat de oogschaduw baked zijn. Want ze hebben een bolling. En daardoor kun je eigenlijk altijd zien dat een oogschaduw dus baked is. Ik zal even een paar swatches maken om even te kunnen kijken wat het pigment zo doet op het allereerste moment. Ik pak eventjes de Seahorse, Starfish, Pearl en ik ga voor Seaweed. Ik ga ze niet allemaal swatchen, want er komt ook nog wel een review van online op mijn blog. Maar dan hebben we gewoon al een klein beetje een idee wat de kleuren doen. Dit zijn een aantal swatches. Zo kun je ze zien. Ik vind het op zich er niet heel verkeerd uitzien. Ik ben wel verrast. Ik vind dat je ze mooi terugziet. Ze hebben allemaal wel een, die ik heb gepakt, ze hebben allemaal een finish. Een beetje een
glitterfinish wat ik zo zie. Maar dat vind ik zelf niet heel erg. Dus ja, ik vind dat zelf wel heel erg mooi. Ik ga jullie een beetje inzoomen en dan gaan we gewoon eens even kijken wat voor look we hiermee kunnen gaan maken. Ik heb al wel gezien dat ik voor een wat heftigere look zal gaan, omdat ik daar zelf heel erg van hou. Maar goed, je kunt dus echt meerdere kanten op met dit paletten, alleen de kleuren moeten bij je passen. Nou, laten we beginnen aan de ooglook, zou ik zeggen. Oké, we zijn ingezoomd. Ik heb mijn haar even naar achter gedaan door middel van een haarbandje. En ik ga gewoon beginnen. Ik ga in de arcadeboog de kleur kelp aanbrengen. En dat is dus deze kleur. Die wil ik in de arcadeboog gaan aanbrengen. Ik ga het spiegeltje gebruiken wat overigens hierin zit. Dus mocht je me naar beneden zien kijken, kijk ik dus even in het spiegeltje. Zodat ik goed kan zien wat ik doe. Ik pak een kwastje en ik ga daarmee in de poeder. Een beetje aftikken, want je weet nooit of een oogschaduw heel erg poederig is. En ik ga die gewoon heel voorzichtig aanbrengen. Wow, ik vind hem wel heel mooi. Ik heb er nu twee laagjes op zitten en ik vind hem eigenlijk al wel heel erg mooi. Ik ga hem nog iets meer aanzetten, want ik ga hem natuurlijk gewoon heel erg blenden. Dus dat ziet er wel heel mooi uit, vind ik al. Daar ben ik wel enthousiast over. Ja, ik vind gelijk wel dat het pigment heel goed oppakt. En dan gebruik je hem alleen maar droog natuurlijk. Dus ik vind dat wel heel goed. We gaan nog even een extra laagje doen. Maar eigenlijk heb je bij twee laagjes al wel genoeg wat ik zo zie. Dan ga ik met een puntig kwastje ga ik in de kleur Blue Lagoon. Dat is dus deze kleur. En die ga ik daar dan net onder aanbrengen. Ik werk altijd met meerdere kleuren in een ooglook. En dat ga ik bij deze ook doen. Dus die ga ik daar een beetje onder zo aanbrengen. Eigenlijk meer op het gedeelte waar je hem fijn knijpt je oog. En dan krijg je dus eigenlijk iets meer diepte. Deze pakt ook al wel heel goed op. Ik weet niet of het voor jullie heel goed zichtbaar is. Maar ik zie al wel dat die mooi opgepakt wordt. Nu ziet het er natuurlijk nog heel rommelig uit. Want je hebt echt zoiets van, is dit het? Maar dat komt zometeen allemaal goed als we gaan blenden. Je ziet al wel direct dat het dus een wat heftigere ooglook wordt. Maar dat had ik natuurlijk al gezegd. Want ja, ik hou daar zelf wel van. En ik vind het zelf gewoon heel mooi als een look wat donkerder is. Maar je kunt natuurlijk er ook voor kiezen om gewoon één kleur te gebruiken. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Ik vind hem zo al heel erg mooi. Ik ga nu de kleuren een beetje met elkaar blenden. Zodat de overloop wat mooier wordt. En ik doe dit gewoon met een wat kleiner blendingskwastje. En ik ga hier met hele kleine ronde bewegingen overheen. Blenden is altijd een heel erg belangrijk proces bij het maken van een ooglook, vind ik zelf. Omdat je de kleuren net soms net wat beter... uitsmeert nog en de harde lijnen worden daardoor ook wat minder. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de vorm van je ogen, wat voor look er bij je past. Maar eigenlijk gaat het blenden heel gemakkelijk. Want ik zie nu al echt dat het heel erg mooi met elkaar overloopt. Ja, dan vind ik hem eigenlijk al goed. Dat doen we natuurlijk ook even bij de andere kant. Je ziet wel dat de kleuren gelijk wat zachter worden. Ja, ik blijf dit gewoon altijd heel belangrijk vinden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon een blendingskwastje te gebruiken. En daarmee gelijk de oogschaduw aan te brengen. Maar ik doe eigenlijk blenden altijd achteraf. En vind ik hem eigenlijk al heel erg mooi. Nou ga ik in de kleur Deep Sea. En dat is deze grote.
En die ga ik aan de buitenkant van mijn ogen aanbrengen. Ik pak weer even een kwastje. Even kijken hoor, want ik moet wel even een goed kwastje hebben natuurlijk. Ja, ik heb een kwastje gevonden. Ik dip daarin. Hier zitten dus wat gouden details in. Ik weet niet of we die gaan terugzien op het oog. Maar ik heb het idee dat het blauw gaat overstelpen. En ik doe mijn oog daarvoor een beetje dicht. En die breng ik dan zo aan. Je ziet gelijk dat die donkerder wordt. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Ik gebruik altijd best wel veel laagjes hoor, moet ik zeggen. Zeker twee, maar soms ook echt wel meer. Het ligt echt een beetje aan de oogschaduw zelf. Ja, ik vind hem hartstikke mooi zo. Ik zie wel dat hij veel fallout heeft aan de onderkant. Maar dat kun je heel makkelijk wegwerken door bijvoorbeeld met een waaierkwast daar even onder te gaan. Maar daardoor kun je dus wel zien dat hij dus wat poederiger is. Maar het valt me op zich wel mee. Ik heb wel eens poederige oogschaduwkleuren gehad. Dus wat dat betreft mag ik niet klagen, denk ik. En ook die vind ik dan alweer heel mooi erop zitten. Want je ziet echt heel erg mooi die overloop. Ook deze gaan we natuurlijk eventjes goed blenden. Zodat die even wat zachter wordt. Dus we gaan gewoon weer met ronddraaiende bewegingjes de harde lijnen een beetje vervagen. En dit kun je gewoon doen wanneer je het zelf het mooiste vindt. Weet je, ik blend nooit heel veel aan de buitenkant. Omdat ik het eigenlijk al een beetje met deppende bewegingen ook aanbreng en ook schaduw. Maar ja. Ik vind hem alweer goed. De fallout is wel wat minder. Maar ja, je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld nog een lijntje onder je ogen te maken. Ik doe dat zelf nooit, want ik gebruik altijd een oogpotlood. Nou ja, dan vind ik hem alweer heel erg mooi. Even kijken welke kleur ik dan wil gaan aanbrengen op mijn bewegend ooglid. Ik zie hem al. Dat wordt Jellyfish. Dat wordt deze kleur. Is ook wel een vrij donker kleurtje. Maar ja. Ik ga voor heftig vandaag, heb ik besloten. Gewoon omdat het kan. Dit is een wat kleiner pennetje. Dus je kunt er het beste met een beetje een smal kwastje in gaan. En die breng ik dan hier zo gewoon aan. Deze heeft wel meer laagjes nodig, omdat je eigenlijk al heel veel van het blauw ziet. Dus deze wordt iets minder goed zichtbaar voor mijn idee. Maar goed, dat kan natuurlijk ook komen omdat ik gewoon al heel veel kleuren heb gebruikt. Maar op zich vind ik hem er wel mooi bij passen. Je zou ook een cut crease kunnen maken. Dat is met concealer. Maar ik ga dat niet doen. Want ja, het is wel heel mooi. Maar ik weet ook niet zo goed of het bij mijn ogen past. Weet je, als je echt wat grotere ogen hebt. En als dit gedeelte wat breder is, kun je dat doen. Maar mijn ogen liggen best wel snel bij mijn wenkbrauw. Dus het is, ik heb niet heel veel ruimte om een cut crease te maken, zeg maar. Ik merk wel dat ik deze echt wat meer moet oppakken. Maar donkerder dan dit gaat het niet worden. Dus op zich heb ik er dan ook wel weer vrede mee. Ik veeg hem eigenlijk gewoon heel voorzichtig er een beetje op. Ja, ik doe nog één keer en dan vind ik hem eigenlijk al wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Dat vind ik al wel heel erg mooi. Nu ga ik even op het wenkbrauwbot en aan de binnenste ooghoek een licht kleurtje aanbrengen. Ik heb ook al gezien welke dat wordt. Ik zoek even een kwastje. Een klein puntig kwastje moet ik hebben.
Ja, ik heb hem gevonden. Ik ga hier de kleur Pearl aanbrengen. Dat is dus deze. En die vind ik dus heel erg mooi voor de binnenste ooghoeken en het wenkbrauwbot. Dus zoals je ziet heb ik een heel klein kwastje gepakt. Hier kan ik best wel nauwkeurig mee werken. Dus die ga ik hier mooi zo langs de lijn aanbrengen. Dit maakt ook de ooglook vaak nog iets strakker als je dat doet. Omdat je dan net ook je wenkbrauwen wat strakker kunt maken. Sommige mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om concealer aan te brengen langs die kant. Maar ik doe eigenlijk altijd een beetje een soort highlightertje. En die doe ik dus ook aan de binnenkant van de ooghoeken. En deze heeft niet zo heel veel nodig, zie ik wel, want die is best wel aanwezig. Blauw overstelt wel heel erg. Zo, en dan is dit dus de ooglook. Ik ga hem eventjes afmaken met een eyelinertje, een mascara en een oogpotloodje. En dan kom ik zo even bij jullie terug. En dan laat ik even zien hoe het er dus compleet uitziet als er ook eyeliner en oogpotlood en een mascara op zit. Nou, inmiddels ook even wat op de lippen gesmeerd en de ogen helemaal afgemaakt. Jullie hebben al kunnen zien hoe het er dan compleet uitziet. Ik ben zelf wel heel tevreden. Voor die 4,79 die ik voor dit paletten heb neergeteld, vind ik de pigmentatie echt heel erg goed. Het blenden gaat ook heel erg goed. Ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ik had al wel een beetje een vermoeden dat het een goed paletten zou kunnen zijn, omdat vaak baked eyeshadow kleuren best wel gepigmenteerd zijn, maar dat heeft hij ook echt wel waargemaakt. Zoals ik al zei, ik heb gekozen voor een gewaagdere look met dit paletten. Je kunt natuurlijk meerdere kanten op met het paletten, maar ja, het moeten kleuren zijn die bij je passen. Ik hou er zelf wel van, maar ik vind die 4,79 die ik hiervoor betaald heb, vind ik echt, ja, echt super goedkoop. En als ik dan de kwaliteit zie, dan denk ik van ja, jeetje, hoe kun je voor dat bedrag een oogschaduwpalet te maken? Maar ik ben in ieder geval heel tevreden. Ik vind dat Action weer een prachtig palet heeft neergezet. Dus ja, ik zou het paletten zeker aanraden. Als je van dit soort kleuren houdt en het is je ding, zou ik zeggen van ja, voor die 4,79 ga hem zeker halen. Ik denk dat dit soort paletten ook gewoon heel erg leuk zijn als je nog niet zo lang bezig bent met make-up en je bijvoorbeeld niet heel veel geld wil uitgeven aan oogschaduwpaletten, zijn de paletten van Action echt wel heel erg goed, want ze zijn de loop der jaren gewoon zo verbeterd. Het is gewoon leuk, weet je, dit paletten past gewoon eigenlijk in ieders portemonnee, weet je, en ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Ik ben zelf wel heel erg benieuwd wat je na de hand van de ooglook die ik heb gemaakt vindt van het paletten. Of dat het een paletten is wat je zelf ook zou willen aanschaffen. Of waarvan je denkt, ik zou hem skippen. Ja, zoals ik al zei, ik heb dus een wat fellere ooglook gemaakt. Maar ik vind dat zelf heel erg mooi. En ik wil dan ook echt wel de felste kleuren van het paletten proberen. Ik ga zeker nog meer ooglooks maken met het paletten om ook de andere kleuren eens te testen. Maar dat zou je nog kunnen lezen in een review die op mijn blog verschijnt. Ik ben voor nu in ieder geval, mijn eerste reactie is, ik ben super tevreden. Dus ik vind het een super leuk paletten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien wat voor look ik met dit paletten heb kunnen maken. En ik hoop dat je wat inspiratie hebt op kunnen doen en of het de keuze voor je makkelijker heeft gemaakt om hem wel of niet aan te schaffen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!